Bakari is goed weggelopen door Ola John. Die is nu vrij. Heeft hem ook voor zijn linker. Toch weer terug naar zijn rechterbeen. Voorzet is ook goed. En dit is een geweldige goal van RKC. Dat op 1-0 komt. Door Engonge. Goed gevoetbald door het elftal van Grim. Met een hoofdrol voor John. In het stadion waar het voor hem allemaal begon. En Engonge mag het dan afronden. En dat doet hij trouwens vol overtuiging. Voor Engonge, die kan uithalen en die schiet hem fantastisch binnen. RKC op voorsprong. 5 minuten na rust. Doelpuntenmaker Cyril Engonge met zijn eerste. De eerste van de wedstrijd, de eerste ook voor Engonge. Soeslof met de sleep. En de voorzet. En Engonge. Oh, schitterend. Schitterend, Cyril Engonge. Wat raakt hij hem fantastisch. Ploeg van Buis beloont de goede openingsfase. Met een doelpunt. En wat voor een. In één keer voor zijn linker. En snoeihard. In de kruising. Want veel meer in de kruising kan hij bijna niet. Elankouri, dan is hij op zijn gevaarlijkst. Elankouri, oh wat een mooie beweging van Engonge. Daar is de gelijkmaker. Even wordt de gas gegeven door Groningen. Even kan Elankouri de solo beginnen. En dan is het Cyril Engonge die in de extra tijd van de eerste helft Groningen langszij brengt. De actie naar de paas van Kassanvirjo. Die komt van Elankouri. Baas is die kwijt, eigen raam. En wat is dit een mooie beweging van Engonge. Elankouri. Zo, wat een werelddoelpunt van Engonge. Groningen scoort niet vaak dit seizoen, maar wat zitten er een juweeltjes tussen ze. Willy Carbo, Rafael van der Vaart. De mannen die het ooit zo vrij met de hak deden. Maar dit is op een andere manier, dit is heel bewust, dit is van een echt ongekende schoonheid. Ja, je moet een klein beetje mazzel hebben dat je dat ook precies zo goed valt natuurlijk. Maar hij doet dit volkomen bewust. Cyril Engonge met zijn 6e van het seizoen. Ongeloof. Wij gunnen en plederen, ja.